wat ze aan hem kunnen offeren. En hij geeft hele lijsten. Verschillende soorten dal, verschillende soorten soep, verschillende soorten rijst. En vooral vele melkproducten, want ze zijn allemaal koeherders, de koeën, alle soorten sweets en dat, ja. Zo, doordat weten we wat Krishna wil eten. En in de tempels, de menu's zijn gebaseerd op de informatie. Dat, zo, als Krishna opstaat, raad het eens wel. Wat krijgt hij eerst? Wie weet het? Voor de Mangalarti. Sandesh, Rasamalai, Rasgulla. Sweets. Verschillende soorten sweets. Ik heb ze nog zelf gemaakt, enkele keren in Radenis. Dus ook de purfi is heel wat werk. Dat is wat Srila Prabhupada zegt in de commentaar om dat vers van Bhagavad Gita dat we gelezen hebben. Dat voedsel dat 3 uur gekookt is untouchable. Dat kunnen we niet aan Krishna offeren. Tenzij prasadam, Srila Prabhupada schrijft. Dat bereiding, ja, want als je burfi maakt, dat kan wel een tijdje duren. Vooral ja, als het een beetje is, maar als een grote pot, dat duurt een tijdje. Kun je enkele uurtjes mee zoet zijn, tot de burfi klaar is. Zo, dat is, ja, hebben ook wat we gebruiken in de keuken moet zeer zuiver zijn. Soms gebruiken we houten lepels, maar die worden gecontamineerd na een tijdje. Natuurlijk in de keuken, als we koken, dan zijn er alleen de koks en de assistenten. Niemand anders komt in de keuken. Dat is belangrijk. Dat zijn allemaal belangrijke punten. Srila Prabhupada zegt dat ja, voor deity worship moet men, de standaard is Brahman-initiatie. Waarom is dat? Dat kunnen we begrijpen hier, waarom dat is. Want tijdens het koken moet je uw geest op Krishna richten. En daarvoor dan moet je Brahma-Bhuta Prasanatma toch een beetje vredevol zijn om u aandacht aan Krishna te richten. Natuurlijk, thuis moeten we ook koken en we mogen, misschien zijn we nog niet op dat niveau, maar we doen ons best om erop te komen, tot op dat niveau te komen. Maar voor de deities in de tempel, Brahman-initiatie is normaal een vereiste. Maar soms is het moeilijk. Want er zijn niet altijd Brahmanen geïnitieerd ter beschikking. Maar op zijn minst degene in de keuken moet hun best doen om met devotie te koken en met attentie. En niet geen aandacht naar andere dingen. Want dat is een belangrijk punt. Natuurlijk, vorige keer sprak ik over die 5 afdelingen. Abhigamana,
Voordat we kunnen koken voor Krishna, moeten we de levensstijl van een toegewijde volgen. En dat is zeer belangrijk, die levensstijl te volgen. Als je niet de regulerende principes volgt, als je niet chant, is er geen devotie. Het is niet mogelijk. Er moet op zijn minst een, hoe zeggen we, een commitment, een gelofte zijn om deze dingen te volgen. Anders wordt dat zeer moeilijk. Ik heb dat gezien in verschillende landen waar dat ze Indische congregaties hebben. En ze laten iedereen koken en iedereen brengt een preparatie mee. En dan wordt het aan de deetjes geofferd. Maar sommigen zijn niet zo strikt met de principes thuis. Als je thuis een hond hebt, ja, dan is je huis niet proper. Dan kun je niet de netheid hebben die vereist is om voor Krishna te koken. We hebben niks tegen honden, maar honden moeten buiten, volgens het Vedisch principe, niet in het huis. Het zijn allemaal strikte regels, maar het zijn Krishna's regels. Het zijn geen regels die wij maken. Het zijn regels van zuiverheid. En hoe zuiverder dat we leven, hoe gemakkelijker het is om aan Krishna te denken. Want dat is die aardheid goedheid. En van goedheid kunnen we naar het transcendentale. En hoe gaan we van goedheid naar het transcendentale niveau? Mamsavyo vyabhicharine bhaktiyona sivate sarvatan samatichetan brahmabhuya kalpate. Door zuivere toegewijde dienst transcendeert je onmiddellijk de geaardheden ter natuur. Zuivere toegewijde dienst. Dat betekent dat uw bewustzijn met Krishna is gedurende het koken, alleen voor zijn plezier. En niet voor ons plezier. Opnieuw, betekent dat dat we geen pizza kunnen maken voor Krishna? Ja, we kunnen pizza maken voor Krishna. Dat is de toegewijde wensen. Want toegewijden zijn ook deeltjes van Krishna. In die zin, en vooral, Srila Prabhupada zegt hier in de Purple, hij spreekt over de geestelijke leraar. Het voedsel moet geofferd worden aan de deity en de geestelijke leraar. Dat is een interessant punt. De twee punten die belangrijk zijn om te onthouden vandaag is, als we koken voor Krishna, hebben we innerlijke en uiterlijke netheid. En de innerlijke netheid is de zuiverheid van ons bewustzijn. En de motivatie waarmee dat we koken. We moeten het werkelijk doen voor Krishna. Niet dat we koken en we denken al hoe dat we het gaan proeven. Nee, dat is een overtreding. Zo bewustzijn is hier een heel belangrijk punt. Natuurlijk, we hebben gesproken over verboden voedsel. En voedsel dat is toegelaten. De grootte van de offering, de standaards in de keuken. Wat ook belangrijk is in de keuken is, want Prabhupada altijd zei, als je kookt, dan wat je gebruikt hebt, was je onmiddellijk af. Onmiddellijk af. Dat het zuiver is. Na gebruik.
Tegen als je gedaan met koken, is ook alles al proper. Je doet dat terwijl dat je kookt. Niet dat je utensels gebruikt en op het einde heb je een heel ding afwas te doen. Nee, naar lang dat je kookt. En ook goed te koken voor Krishna, eerste klas. Het punt is hier, ja, we gebruiken ghee om te koken. Krishna houdt van ghee. Maar dat betekent niet dat de sabji moet zwemmen in ghee. Dat is niet de bedoeling. Srila Prabhupada één keer kwam de... Ze bracht hem de prasadam en hij zei, oh, er is te veel ghee gebruikt. Vraag hem om opnieuw te koken met minder ghee. En de kok opnieuw kookte en Srila Prabhupada kreeg het gerecht en zei, still too much ghee, te veel ghee. This is a nonsense cook. Get another cook. So, het is belangrijk om de juiste verhoudingen te kennen om te koken. Te veel ghee is niet goed voor onze gezondheid. Een beetje ghee, oké. De dosering is ook een aspect. Na de offering, dan is er de offering, de icha, wat is deel van de aanbidding of Krishna. We doen de offering en dan de puja. Maar de offering voor de deities is ook een deel van de puja, van de aanbidding. Maar dan nadien, en dat is deel van de narada, van de pancharatna, dat de pancharatna principles voor deity worship, die Srila Prabhupada naar voren uitgelegd heeft, of geestablished, te zeggen in het Nederlands, gevestigd heeft voor iedere tempel, die principes, dat hij gevestigd heeft voor iedere tempel, dat is dat we moeten deze Pancharatna principles volgen. En volgens Pancharatma heb je de Abhigamana, dat we vorige keer uitgelegd hebben. Alles wat we doen, een bad nemen en zo verder, een tilak en verse kleren, voordat we naar de tempel gaan. En dan de Upadan, we bereiden alles voor de aanbidding. Ook alles om te koken en dan koken we. En dan... Maar voordat we koken heb je ook de yoga. We gaan onze gemoedsgesteldheid richten op Krishna. Voor het tijdens het koken. Dat we zeker voor Krishna koken. En dat we niet aan andere dingen denken. Dat breidt een meditatie. We moeten in een meditatieve moed komen voordat we koken. Want Krishna wil onze toewijding. En alles is eerste klas. En dan doen we de icha, we offeren het aan Krishna. Offering, meestal, als we deities zijn, offeren we het samen dan tulsi-blaadje. Tulsi-blaadje, Krishna houdt van tulsi, dat bij de offering. En na de offering moeten we de prasadam distribueren. Maar voordat we dat doen, Krishna wil ook dat we horen van de geschriften. Dat is deel van de deity-aanbidding.
Het is, dat is Ajaya, de vijfde activiteit in deity worship. Ajaya, de conclusie. Zo, dat is cultuur. Cultuur betekent, er is een voorbereiding en er is een conclusie. Zo, voordat we koken, alles mooi voorbereiden en ons bewustzijn voorbereiden. Maar er is een conclusie. En die conclusie omvat dat we schriften reciteren voor Krishna, voor de toegewijden. Srimad Bhagavatam Klaas is het beste. Maar je kunt ook een vers lezen van Bhagavad Gita. Dat we de heilige namen chanten. Dat hoort erbij. Moet u japa gedaan hebben in de ochtend. Anders is het niet compleet, uw aanbidding van de deities. En dan het verdelen van de prasada. Zeer belangrijk. Iedereen die naar de tempel komt, of naar uw huis komt, of ieder familielid moet prasada hebben. Zo, dat is de ajaya, dat is de conclusie. En dat is ook belangrijk. Dat is cultuur. En als we deze cultuur volgen, dan dat zal Krishna plezieren. De kwaliteit zal daar zijn. En de spirituele kwaliteit van de prasadam zal hoog zijn als we dat allemaal in aanmerking nemen. Als we dingen aan Krishna offeren zonder attentie voor hem en onze geest is ergens anders, dat is niet mooi. Dat iemand komt, een vriend komt en je doet alsof dat hem niet bestaat, je geest is in alle problemen. Dan de vriend is niet gelukkig. Ja, dat kan niet. Dat is, ja, zeer belangrijk. Nog één ding dat ik wil zeggen is, ja, koken we voor Krishna of koken we voor ons? Eerste klas is koken wat Krishna wenst. Dan vergeten we onszelf. Anders denken we, ja, we koken en hoe zal die pizza smaken? Of de ijscream, de ijs. Maar nee, een Madhavendra Puri, ik was in Toronto enkele weken geleden en daar heb je Sisi Radha Kshirakshori Gopinath. En dat is de Gopinath deity die Madhavendra Puri kwam in die tempel, was het Ramuna denk ik. Hij kwam in die tempel in Ramuna en hij zag de deity, Gopinath. En de pujaris hadden een soort van, ja, kier bereid voor de deities, denk ik, kier. Dat een heel zoet. En dat was de traditie in die tempel. 10 of 12 kopjes voor de deities op Gopinath. En Madhavendra Puri kwam in de tempel. Madhavendra Puri is de geestelijke leraar van Ishvara Puri. Ishvara Puri is de geestelijke leraar van? Lord Chaitanya. Lord Chaitanya, Heer Chaitanya. En hij kwam in de tempel en dacht, hoe zal die zoete rijst, die zoete kier, hoe zal dat smaken?
En dan dacht hij, oh, dat is een overtreding. De deity heeft het zelfs nog niet genomen. Ik ben zo laag geboren. En hij voelde zich werkelijk slecht, denkende dat, ja, die deity, ja, de deity heeft het nog niet gedronken. En ik denk al aan het genieten. Hoe laag geboren ben ik. En hij ging buiten en hij was denken, ja, ik moet mijzelf zuiveren en hij chantte Hare Krishna onder een boom. En dan die nacht, Gopinath verscheen in de droom van de Pujari en zegt tegen de Pujari, ik wil dat je opstaat en neem een douche. Ik heb achter mijn dhoti een klein potje van die kir verborgen gehouden. En ik heb dat gehouden voor mijn toegewijde Madha Vrinda Puri. En neem dat en ja, geef dat aan hem. Grote Pujari, ja, wordt wakker en neemt een douche. En hij vindt inderdaad dat klein potje achter de dhoti van Krishna. En hij transfereert dat en gaat dan buiten en hij zegt, Madha Vrinda Puri, ik weet niet wie het is. En hij begint te roepen, Madha Vrinda Puri! En uiteindelijk vindt hij hem onder een boom. En hij geeft die kleipot, was een kleipot met die yoghurt, met die kir. En hij geeft dat aan Madha Vrinda Puri. En Madha Vrinda Puri werd extatisch. En sinds die dag wordt die tempel de Radhakshyakshara Gopinath-tempel genoemd. En in Toronto doen ze dat ook, die keer, die offeren ze iedere dag. Dat daarom is Sisi Radhakshyakshara Gopinath. En hier ziet je hoe dat het een overtreding is te denken, hoe zou het proeven, en Krishna heeft het nog niet geproefd. Het bewustzijn van de kok is heel belangrijk. Want wanneer Srila Prabhupada kookte, er was zoveel devotie in. En als het toegewijde aten wat Srila Prabhupada had gekookt, zelfs een beetje, zij voelden extatisch. Extatisch gewoon door het te eten. Zo, dat is de kracht dat... Hare Krishna. Iemand van de poeie of ding van de geest, hij wil het beter voor zijn eigen dienst goed zou smaken. Ja. Of van zijn eigen dienst. Voor zijn eigen dienst. Niet voor zichzelf. Voor zichzelf. Oké, dat is goede informatie. Hij wil het beter goed smaken voor zijn eigen. Voor zijn eigen dienst. Ja. En dat, interessant, dat heb ik nog niet gehoord, maar dat is goed om te weten. Ja. Zo, dat is veel meer te zeggen over koken voor Krishna. Maar in Radha, dus, door degenen die voor de deities gekookt hebben daar, ik heb een paar keer de Rajpoga gekookt, 17 preparaties. Om 8:30 starten we met, want het moet om 11:15 klaar zijn. En daar op de muur ziet je Krishna's plates en met alle kopjes waar dat ze moeten staan. En wat Krishna wenst te eten. Dat een gele rijst, een witte rijst, een sabji, een bittere sabji. En dan heb je een daily sweet en een andere zoetigheid en een dal en puris en chapatis en ja, en de drank en melk en zoveel dingen. Maar het is duidelijk, wat Krishna wenst te eten is daar. Maar welke bittere sabji of welke rijst dat gemaakt, daar heb je geen vrijheid in.
Maar het is duidelijk wat Krishna wenst. We moeten niet speculeren. Daarom doen we het voor Krishna. En zijn we minder geïnclineerd om het voor ons te doen. Dat nog niet wat wij wensen, wat Krishna wenst te eten. En dat maakt het ook eerste klas. Dat, Wat, dat neemt niet weg dat we geen pizza en ijscream kunnen offeren aan Krishna. Dat is ook goed. Dat, maar het is misschien niet zo vedisch. Maar oké, goed. Dat, enige vragen? Ja. Waarom mogen we geen paddenstoelen offeren met de borst van de geblust? Ja, dat is ook in de geaard en onwetendheid. Dat paddenstoelen, schimmels en al die dingen. Dat offeren we niet, dat is de geaard en onwetendheid. Dat is, ja, dat ziet geen licht. Want, en kokosnot bijvoorbeeld, dat is dan... Niet? Kokosnot. Coconut, ja. Is dat dan een goede product om te offeren? Ja, coconut. Dat gebruiken we in zoveel preparaties, in sweets, ja, ja. Goed. Andere vragen? Ja, Hare Krishna. Gewoon een algemene vraag naar onze presentatie toe over dat alles voor Krishna is. Omdat nu veel mensen willen spiritueel ontwikkelen, ze spreken wel over hun eigen zelfontwikkeling. Ja? En hoe past dat in als je altijd aan God denkt? Hoe ontwikkel je jezelf dan? Ik stel me voor. Ja, dat wat gebeurt er met jouw zelfontwikkeling? Dat is een goede vraag. Voor we spreken van zelfontwikkeling, moeten we weten wat het zelf is. En door te denken aan Krishna, word je gezuiverd. En gaat je gradueel begrijpen wie dat je bent. Niet het lichaam, maar een zuivere ziel. Hoe komt jouw persoonlijkheid tot ontwikkeling gezien? Zoveel mensen zijn gefrustreerd over zichzelf, met anderen, over anderen, er zijn zoveel zwakheden in het karakter. En hoe kan het dan als je enkel maar aan God denkt dat jouw persoonlijkheid helemaal kan overbloeien? Je kan dat, ja. En je ziet dat met veel toewijding nog die er nog veel met struggelen. Ja, dat is, als je altijd aan Krishna denkt, dan word je gezuiverd. En de zelfontwikkeling betekent dat we onze bedekking, materiële bedekking, gaan wegnemen. Alle kwaliteiten, spirituele kwaliteiten en goede kwaliteiten zijn in ons. Maar we hebben die ballast van alles wat overgroeit. We zijn overgroeid door lust, ja, woede en hebzuchtigheid. En ontwikkeling betekent dat we dat wegnemen. En dat is een gradueel proces. En wat zijn de symptomen? De symptomen worden besproken in de Bhagavad Gita. En Arjuna vraagt Krishna dat wat zijn de symptomen van zo'n transcendentalist? Een transcendentalist is iemand die zelfontwikkeling, dat u noemt, heeft bereikt. En Krishna zegt, antwoord in 2.56, 2.57 en zo verder in Bhagavad Gita. Hij zegt, iemand die spiritueel gevorderd is, die geeft materiële verlangens op. Hij verlangt de realisatie van de ziel te ervaren, liefde en zelfvoldaanheid.
niet de satisfactie van dit lichaam. Zo, hij geeft op deze materiële verlangens op en hij voelt zelf voldaan. En zelf voldaan, Krishna zegt, hij is niet geïnteresseerd in zinsgenot. Dat is niet meer daar. Als er goede dingen komen voor het lichaam, is hij niet echt geïnteresseerd om daarvan te genieten. Dat zijn symptomen dat ontwikkelt. En ook in het 14e hoofdstuk, Arjuna vraagt opnieuw, wat zijn de symptomen van iemand die deze geaardheden door natuur getranscendeerd heeft? En Krishna geeft een hele lijst. Hij zegt, ja, we zijn gelijk in geluk en lijden in deze wereld. En zij zien iedereen gelijk. Geld of goud of een steen, het is allemaal materieel. Men begrijpt het eeuwige is belangrijk. En ik ben een eeuwige ziel. Natuurlijk, dat zijn de kwaliteiten, maar wat is het bewustzijn? Wat gaat in het hart veranderen als we op dat pad zijn? In 15:5 Krishna spreekt erover. En dan ook in het 13e hoofdstuk, van 8 tot 12. Een hele lijst van dingen. Hoe dat we de wereld zien, geboorte en dood, maar dat is het kwaad, dat moeten we opgeven. Men aanvaardt een geestelijke leraar en men gaat devotie ontwikkelen, dat is de interesse die men heeft. Men ziet het kwaad van te veel gehechtheid aan deze wereld en aan seksuele gehechtheid en zo. Dat is zeer gevaarlijk. En men leeft sober wat men nodig heeft voor spirituele, zoveel symptomen. En als we in dat proces doorkomen, dan Krishna zegt, wat er dan zal gebeuren in het 12e hoofdstuk van vers 14 tot 20, geeft Krishna een hele lijst van kwaliteiten die worden geopenbaard, die men zal realiseren. Het begint met Advesta Sarvabhutanam. Men geeft op alle jaloersheid op ten aanzien van alle levende wezens. Men wordt genadig voor andere levende wezens, wordt gelijk in geluk of lijden in deze wereld. Dat is zoveel. Er is zoveel informatie over dat, wat er gebeurt om dat vlak. En dat is nog maar een introductie. Om dat beter te begrijpen, dan kunnen we de Bhagavatam bestuderen. En daar heb je zoveel voorbeelden van grote toegewijden die door dat proces gegaan zijn. En die dat gerealiseerd hebben. En wat hun obstakels zijn en hoe dat ze die obstakels overkomen zijn en dat Krishna hen helpt. Dat is zoveel informatie. Maar zoals u zegt, ja, het hangt af van onze zuiverheid. Dat in onze zuiverheid, in onze motivatie. De zuiverheid in onze motivatie. Motivatie, die zuiverheid wordt uitgelegd door Bhagavasvami. Anya Bilasa Sunam, Jnanam Karman Anavritam, Anukuliena Krishna Nusilam Bhakti Uttama. Men moet Krishna dienen zonder iets voor onszelf te vragen,
Maar alleen om Krishna te plezieren. Maar het is, niet eenvoudig. Als we denken, ja, oké, Krishna, 90% en 10% voor mij, ja, dan gaat het allemaal heel traag. Heel traag. En het is, en dat is een beetje een probleem. Onze motivatie is niet helemaal zuiver. Dat, om die zuiverheid te hebben, moet je associatie hebben met toegewijden die altijd volledig geëngageerd zijn in Krishna's dienst. En we zien in de 70 jaren, als de toegewijden de tempels joinden, als de tempels joinden, dan gaven ze alles op. ISKCON joinen, gedurende die tijd betekende, ik geef al mijn bezittingen weg van de tempel en ik ga in de tempel leven en heel de dag boekdistributie of magazinedistributie of harinaam, niks anders. En dat was zuiverheid in hun motivatie. Zuiverheid. En daarom die periode in onze geschiedenis wordt de Hare Krishna explosie genoemd. Er zijn zoveel boeken verdeeld over heel de wereld. En onze beweging expandeerde overal. Dat, zo, het ligt in die motivatie. Daarom is het belangrijk dat we Krishna's instructies volgen. Dus ik ook niet aankies. En Krishna's instructies, wat zijn Krishna's instructies? Manmana, denk of Krishna. Dat is het eerste niveau. We moeten mensen leren om te denken of Krishna. En dat was het punt van vandaag in het koken. We moeten denken aan Krishna. En dan, als we denken aan Krishna, Bhavamat Bhakto, dan word je Krishna's toegewijde. En dan, Krishna's toegewijde, wat doet Krishna's toegewijde? Majjayi, hij gaat Krishna aanbidden. En Namaskari, respect geven. Zo, we moeten mensen helpen hier, tot op dat niveau te komen. Manmana, ja, we chanten het samen vandaag, we horen van Krishna, heel goed. En dan Matsyai, we gaan Krishna aanbidden. We gaan nu straks de Damodarastikam en zo. We gaan Matsyai doen. En dan Karupuja, maar Namaskarupa, of respect aan de vertegenwoordiger van Krishna. En zo. Om dat te doen, dan moeten we onze commitment, hoe zegt men dat in het Nederlands? Een gelofte. We moeten onze gelofte hoger leggen. Het is niet alleen om hier te samen te komen, want Krishna zegt in de volgende stap, Sarvadharmam Prithyam Hamakam Sambhaja, we moeten zijn instructies volgen. Instructies volgen betekent vier regulerende principes volgen, iedereen strikt ons best doen en chanten en horen over Krishna. Krishna's instructies volgen. En dan op het volgende niveau, in het volgende vers, want Krishna zegt dat in Bhagavad Gita, dat iemand die dan over mij hoort en deze dialoog van de Bhagavad Gita bestudeert, hij is zeer dierbaar voor mij. En als iemand deze kennis aan de toegewijde geeft, dan wordt hij zeer dierbaar voor mij. Zeer dierbaar. Dat is wat we moeten doen. Dan moeten we ons allemaal tot het volgende niveau brengen. Volgende niveau brengen is Krishna plezieren betekent, geef deze boodschap aan anderen.
probeert anderen. We proberen dus deze kennis van Krishna bewustzijn aan anderen te geven. Aan anderen te geven. En als je die kennis weggeeft, dan geeft Krishna de realisatie. Maar we moeten komen tot dat niveau, iedereen hier. En dan gaan we teruggaan naar de spirituele wereld. Dit. Maar als we die gelofte niet hebben, en we komen om alleen de prasad om te eren en sociaal met elkaar om te gaan, ja, dat is leuk. Maar dan blijf je hier nog een tijdje. Zal het zeer traag gaan. En dat is wat Krishna zegt in Bhagavad Gita. En hebben we dat begrepen? Gaan we daarvoor? Dat is het punt. Heb ik iets gezegd dat zinnig is? Een punt dat ik met dit kan zo, als nieuwe mensen denk ik aan mij, dat klinkt allemaal zwaar of zo, maar als je Krishna dient, krijg je de kwaliteit van Krishna in jouw karakter. Dat is altijd een goede ding, dat we mensen kunnen geven, anders is het onthechting en je mag je zintuigen niet gebruiken en dan moet je weer als een zure appel in de hoek gaan zitten. Dat is het idee dat we dat krijgen soms. Maar ja. Het is niet zo, het is andersom. Je zintuigen worden veel meer voldaan als de Krishna dient. Ja, dat is, men moet begrijpen wat onthechting is. Ja, is. Onthechting betekent niet dingen opgeven. Als je zegt, ik geef op wat dat van mij is, dan zijn je fout, want niks is van u. Dus daar ligt een grote fout. Nee, Krishna zegt, Bhaktram zegt Tapasam, Sarvalokamais van. Je moet begrijpen, ik ben de eigenaar van alles en ik ben de genieter. En daarom moeten we alles gebruiken in Krishna's dienst. Onze zintuigen, alles. En is dat moeilijk? Dat gekookt voor Krishna en dan nu gaan we zingen, dansen en prasad nemen, is dat zo moeilijk? Nee, het is niet zo moeilijk. En het is vreugdevol. Maar we moeten het gewoon doen. En maar, natuurlijk, we kunnen zeggen, mijn bewustzijn is nog niet zo hoog. Dat, ja, de Brahmananda zei tegen Prabhupada, dat, why should I bow down to you? I don't feel like bowing down. Ik voel niet om neer te buigen. En Srila Prabhupada zegt, you just do it, the feeling will come. Just do it. En het zal allemaal komen. Dat Krishna belooft in Bhagavad Gita. Machucha. Geen zorgen, ik zal ervoor zorgen. Je moet het gewoon doen. Dank u. Oké. Hare Krishna, Sai Prabhupada.